Marije, welkom bij weer een nieuwe video. Mochten jullie nog niet geabonneerd zijn op ons YouTube kanaal en willen jullie geen dagelijkse vlog van ons missen, doe dat dan nu. Vergeet ook zeker niet op het belletje te duwen hier ergens onder of hier ergens onder. Naast de abonneerknop, ik weet niet aan welke kant. Want dan worden jullie gewaarschuwd als er een nieuwe video online staat. Zeker omdat Vlogmas eraan komt. En dat betekent dat we ook in de weekends gaan vloggen. Woep woep. Tot en met Kerstmis. Allee, wij gaan door tot en met nieuwjaar. Dus dat is nog wat extra lang. Ik ga vertrekken. Ik ga naar de nagels. Dit zijn mijn nagels nu. Ze zijn nog niet zo hard uitgegroeid. Maar ik vind ze wel te lang, maar daar heb ik vorige keer voor gekozen, dus dat ligt aan mezelf. Maar ik ga nu denk ik voor een nude kleurtje en ja, korter denk ik. Ik denk heel kort. Ik ga zien, ik weet nog niet, maar jullie zien het zelfs. Tot zo. Wij zijn aangekomen. Hey. Hey. Bij Harper's Beauty and Nails. Ik ga voor deze kleur gaan vandaag. Een beetje... Wat is dat? Bruin, top. Zoiets. Onze nagels zijn gedaan. Dit zijn mijn nagels. Kort dit zijn mijn nagels. Wauw. En we zijn nu in de Action in. Wat is dit? Herentals. Even kerst shoppen. Of ja, gewoon shoppen in de Action. We zijn nog nooit in deze geweest, dus ik hoop dat dat een leuke is. Want soms heb je zo actions die echt niet tof zijn, vind ik. Dat is waar. Maar deze gaat dat wel zijn, denk ik. Sowieso. Hallo, ik ben terug thuis. Ik heb hier mijn Action zak. Dus ik ga snel nog eens laten zien wat ik heb gekocht. Niet echt heel veel, wel niet. Ten eerste wc-papier, want dat was weer op. Dan heb ik kapstokken gekocht, want ik heb niet genoeg kapstokken. En dan heb ik inpakpapier gekocht, zo bruin met witte sneeuwblokjes. Twee van deze borden. Het zijn zo van die dikke plastieken, maar ik vond ze wel mooi. En dan heb ik deze pot. Gewoon zo'n kartonnen verpakking meer precies. Er zit nog een cadeautje in. Dan heb ik maandverbanden, want dat is ook nodig. Een kerst scrunchie voor in uw haren. Vlieg, een gouden vlieg. Ik vond die nog wel cute om ergens te zetten. En lampjes, kerstlampjes, zien er zo uit. Ik heb wel zoveel lampjes, dus ik weet niet wat ik er allemaal mee ga doen. En dan, oh, ik wou zeggen als laatste, maar dat is niet. Ik heb mijn batterijen en droog shampoo. Deze van Batiste. Ziet er zo uit. Dus dat is alles wat ik heb gekocht in de Action. Niet heel veel dus, zoals je kunt zien. Maar ik heb al zoveel kerstdingen gekocht, dat ik niet meer heel veel nodig heb. Of dat ik er anders echt wel over ga, want ik heb nu al heel veel. Dus ja. 6.5 hours later. Oké, ik ben ondertussen heel snel naar de fitness geweest. Ik heb even 40 minuten zo gewandeld op de loopband samen met Alessandra. Alessandra gaat, die woont nu vlakbij mij. En die gaat ook hier naar de fitness waar ik ga. Dus dat is wel tof, want dan kunnen we zo samen gaan. Als het summer niet is overdag, zoals nu. En nu ben ik mijn vlogplanning aan het maken voor de komende weken. Want vanaf 1 december is het vlogmas, zoals ik denk ik deze morgen al heb gezegd. Dus dan gaan we elke dag vloggen, helemaal december, ook de weekends. En ik moet even kijken wanneer ik mijn kerstboom zet en zo. En wanneer ik moet beginnen vloggen, want ik wil natuurlijk wel wat voor zijn. Niet dat ik zo 1 december moet filmen en uploaden, want dat gaat niet werken. Dus even een heel gepuzzel. En dan zie je zo op de deur zo de bomen door het bos niet meer, of hoe zeggen ze dat. Dus ik ben echt even aan het puzzelen. En ik ben ook nog een... ik ben ook in mijn boekje, ik weet niet als jullie het zien, zo misschien. Een planning aan het maken, allee, planning. Een raster aan het maken voor een no alcohol challenge.
Ik wil weer een tijdje geen alcohol drinken, want ik drink de laatste tijd best wel wat alcohol. Allee, niet heel veel. Maar als ik op restaurant ga of zo, drink ik wel eens 3 glazen wijn of zo. En ik wil terug fitter worden, weer terug back on track geraken. En ik heb het gevoel dat alcohol mij wel tegenhoudt, vooral in mijn buik, ziet je dat hard. Dus, no alcohol challenge. Geen alcohol voor de komende maanden. Ik weet niet, ik ga zien. Misschien ga ik proberen tot en met kerstmis. Ik weet het nog niet. Alleszins, ik heb al 3 dagen geen alcohol gedronken. Dus vrij gemakkelijk als ik bij Celine ben bijvoorbeeld. Want Celine drinkt niet. Oké, die is zwanger nu, maar ook daarvoor. Die drinkt amper. Heel soms is vleugel, maar bijna niet. Dus dat is altijd heel gemakkelijk. Als ik bij Sam ben, Sam drinkt ook niet heel veel. Dus dan is dat ook wel gemakkelijk. Als Nick erbij is, is dat wat moeilijker. Want dan bestellen ze vaak met hun 2 een gin of zo. En dan denk ik, nee, oh, ik wil ook iets. Maar oké, dat gaat dan nog wel, want dan drinkt Celine ook niet. Maar bijvoorbeeld als ik zelfs op restaurant ga, ik ga zelfs trouwens eten met Jolene en Jeno. We hebben voor het eerst via 241 geboekt, samen. Omdat ik daar altijd over babbel, zeiden zij van, oh, dat willen we ook wel eens met 241 gaan eten. Maar zij houden heel veel van wijn, en ik ook. En dan weet ik zo dat die zo'n glas wijn gaan drinken. En dan denk ik, oh, ik wil ook. Want dat is zo gezellig. Ja, heel raar, maar ik vind het echt heel gezellig. En ik drink dat heel graag, wijn. Maar dan ga ik dus geen wijn drinken. Maar oké, ik ga het proberen vol te houden. Ik heb dat voor Ibiza ook 6 weken gedaan, denk ik. Dus dat moet wel lukken dan, hè. We zijn me hier weer allemaal aan het sturen. Celine en Alessandra. Maar oké, ik ga het hierbij laten met gezever. En ik zie jullie zelfs op restaurant. Wij zijn aangekomen bij El Greco. El Greco. Oh, je ziet het niet. Oh, je ziet het nu wel. Denk ik. Het zit precies best wel wat volk. En hier zijn Jolien en Jeno al. Er zit wel best veel volk, amai. Thank you, baby. Welkom. Hallo. Hey. Ons eten is er. Ja, ik zal mijn serviettje wegdoen. Wauw, zeg zo. Dan word ik bediend. Wow. Moet jij ook iets hebben? Kijk, we hebben een plateau met van alles erop. Ik weet zelfs niet wat het allemaal is. Dat is calamaris. Ja, calamaris. Sardientjes. Ah ja. Dat zijn ze van die groene, van die met wijnbladen. Ah, ja. En de stokjes zijn souvlaki dan. Ja, dat zijn souvlakis. Ja. Dit is voor u feta kaas. Dan hebben we ook nog rijst, pasta, frietjes, brood. Zij drinken wijn en wij drinken water. Omdat we no alcohol zijn, hè. Wij hebben heel lekker gegeten, hè? Het was heel lekker. Ja, het was echt heel goed. Buikjes gevuld. En nu op naar huis. Deze keer is het voor ons niet zo ver, maar voor jullie wel wat verder. Maar dat is niet erg. We hebben er graag 40 minuutjes of zo rijden. Oh. Een uurtje. Ja, naar Genk. We zijn in Genk, dus het is toch wel een uurtje. Ja, ah, ja. Vonden jullie het ook heel lekker? Super lekker. Ja, heel gezellig ook. En jij ook? Ja, zeker. Ah, kijk, goed. Hey Willys. Dag mijn 3 schatjes. Muffy is weer aan het niezen. Dag mijn 4 schatjes. Nu. Nee. Hebben jullie ons gemist? Wie heeft er ons gemist? Nope. Milky. Nou, die moet kijken. Milky, heb je me gemist? Shelly? Kijk niet. Shelly. Milks. Milk. Ja. Milky. Die moet echt zo kijken. Milky. Milks. Nope. Milky. Hey. Heb je me gemist, Milky? Milky, heb je me gemist? Oké, het is duidelijk, hè.
Het is heel duidelijk, hè. Cuties. En wat een beest erbij. Ja? Is dat nieuw? Ja. Sinds? Vandaag. Echt? Ja. Oh ja, ik heb dat direct gezien. Ja. Vind je het chic? Ja, dat is cool. Het is van de Action. Ik wil die daar bovenop zetten, maar die eikels en die bloemen moeten weg. Oh, onnozel werken. Wij gaan slapen. Denk het ook. Want ik ben heel moe. En ja, Sam moet weer vroeg op morgen, ook al is het zaterdag. Ik ga uitslapen. Ja, ik wil ook wel een beetje uitslapen. Zo, hè. Ja, allee, zo. Tot wat? Tot 9 uur. 9 of zo, ja. Ik ga tot 1 uur slapen, denk ik. Of 12. Ik zet mijn wekker om 12. Dat is goed, hè? Oké. Okay. En dan snoezen zeker. Ja, en dan snoezen. Tot 1. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Vergeet zeker niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Ga ook zeker Jolien en Jeno volgen. En abonneren. Alle info staat hieronder in de beschrijving. Ook het restaurant waar we zijn geweest via 241 staat hieronder, mochten jullie naar daar willen gaan. Very good, hè? Ja, het was echt heel goed. Als jullie van Grieks houden, gaan. En wij zien jullie morgen.